Yo mensen, tot een kijken deze video. Mijn naam is Wesley van Westboy 1999 met vandaag weer de nieuwe spelerscreer mode met Excel met onze eigen speler, Wesley. En uh, we gaan de wedstrijd spelen tegen Vitesse aan het begin van deze aflevering. We gaan zien hoe wij deze Eredivisiewedstrijd wedstrijd tot een goed einde gaan brengen. Tenminste, dat hopen we natuurlijk. We gaan het meemaken. Vitesse, tegen Excelsior Marco. Milovanovic is goed bezig, is lekker op dreef. Wij geven goede assisten steeds op hem, waardoor hij hem goed af kan maken. Dus we gaan zien wat het gaat worden in deze wedstrijd in de Eredivisie te visiteren. Excels, met Excelsior tegen Vitesse. En wij hebben de eerste aanval. Kort gelijk een goede aanval, ja, maar de bal gaat naast. Het was de eerste serieuze kans voor de Rotterdammers. voor Excelsior. Maar het is nog steeds 0-0. Scherpen. Tronstad, onderschept door Excelsior. Fokker, kunnen wij de bal nu naar voren krijgen? Kunnen we in ieder geval voor een doelpunt gaan? We geven de bal goed voor. De kopbal is perfect en dan is het is weer Miljanovic die scoort. Het is de voorsprong voor Excelsior. En weer mogen wij de goede assist afleveren, waardoor hij een perfecte kopbal binnenkopt. Marco Miljanovic, vijf doelpunten in vier wedstrijden. Hij is op dreef. En wij ook, want qua assisten lopen we ook lekker, uh... ja, zijn we ook lekker bezig. Lopen het lekker op. Balen, Frederiksen, Buitenk, Flamingo. Het is nu Vitesse die een beetje de opbouw zoekt. Excelsior zat er tussen, maar Vitesse draait het wel weer snel terug. Maar dat is een overtreding. Want een overtreding van Vitesse Vrij dat dus voor Excelsior. Richting Wesley. De hakbasis is goed. Zo gaat de aanval verder. Op terug, Wesley. Kunnen wij de bal goed voorgeven, dan gaan we voor eigen succes. Dan geven we de goede baas bal terug en dan raken we de bal kwijt. Uiteindelijk is de bal bij Scherpen, Die de blik weer naar voren heeft gericht en dus weer de aanval voor Vitesse is. En een gevaarlijke aanval, want uh, Bialek en de twee Poolse spelers die elkaar perfect vinden. De verdediging van Excel staat hier goed, dus dan kan het weer de andere kant op. Excelsior richting het doel van Scherpen. Komt er een kans? Hier Wesley met een goede voorzet. En dan wordt daar een speler van de bal gezet. Wordt nog wel binnengehouden. Alleen niet bij een speler van Excelsior gebracht. Waardoor het dus nog steeds de 1-0 voorsprong blijft. Buitenk. Meulensteen. Onderschept door Excelsior. Weer de bal voor de Excelsior-spelers. Hier weer met Wesley. Kunnen we dan ons doelbet maken of weer een goede paas afleveren? Dat doen we ook. Maar het schot wordt geblokt. Jonathans. En weer Vitesse. Flamingo. Een half uur gespeeld. Nog steeds de 1-0 e voorsprong voor Excelsior. Trondstad. Bialek. Kozolitsky. Trondstad. Het is uh, Vitesse die nu zo vlak voor rust een beetje op jacht wil gaan uh, gelijkmaken. Maar Excelsior heeft weer. Ik wou zeggen gauw terug. Maar ja, waar raken, wij raken daar zelf de bal weer snel kwijt. En de bal weer voor Vitesse. Ferro, Baarden, Frederiksen. Vitesse die nu weer op jacht is naar een uh, gelijkmaker. Excelsior, wat de druk steeds goed uitvoert. Daar met de verdediging. Waardoor de bal dus nu weer voor Excelsior zelf is. Hier met Wesley. We komen daar langs op de flank. Ja, daar moeten we hem nu goed voorslingeren. Dat doen we ook. En de kopbal is er. En dat het doelpunt ook. 2-0. Vlak voor rust. Weer een perfecte voorzet. En zo is het. 2-0 voor Excelsior. Ondertussen de tweede helft, 60ste minuut, 2-0 steeds de voorsprong. Twee prachtige assisten van Wesley. We zijn we dus goed bezig in deze wedstrijd. Komt er een wissel? Ja, bij Vitesse een wissel. Dom Gionny, -no ja, ja, -gi of Tikvul is binnen de lijnen gekomen bij Vitesse. Vitesse nu met het bal is het buitink. Excelsior onderscheidt weer goed. Wesley krijgt de bal. Kunnen we dan weer een goede paas afleveren. Dat doen we hier zorg. Toch blijft hij bij een speler van Excelsior hangen. Dus nog steeds een goede aanval kan het gaan worden. Wesley krijgt de bal. En dan proberen we hem te schieten. En uiteindelijk is hier dan de bal voor Scherpen. De lange doelman aan de kant van Vitesse. Er gaan trouwens verhalen rond. Dat Louis van Gaal... Wesley wil oproepen voor het Nederlands Elftal Voor de aankomende ek kwalificatiewedstrijden wedstrijden En uh, op het moment dat ik dat zeg, schieten wij de 3-0 binnen. De beslissende zou je toch wel kunnen zeggen. En op het moment nog 20 minuten op de klok. maken wij ons doelpunt. En dan is het 3-0 voor Excelsior. En dan uh, kan dat eigenlijk niet meer fout. Maar wat ik, wou, wat, wat ik dus wou zeggen. er gaan verhalen rond dat. Ja, we zijn oproepen voor de voorselectie van het Nederlands Elftal. Maar Van Gaal schijnt heel erg uh, benieuwd te zijn naar ons spel. Dus misschien worden we zelfs wel oproepen al voor de eerste EK-kwalificatie-wedstrijden. Dat zou dus betekenen dat we dat uh, al snel gaan krijgen, die wedstrijden. Dus we houden het in de gaten. We zijn opgeroepen voor de voorselectie. Laten we hopen dat het uh, meer is dan dat. Maar wij nu het balbezit hebben trouwens. De schot wordt geblokt en dan de rebound. Die komt er wel, maar de redding van Scherpen. De laatste kwartier. Dus een Vitesse en Excelsior. de hoekschop is voor Excelsior. Hier met... Uh, Wesley die ook natuurlijk meedoet aan die aanval. Hier hebben we de bal. Schieten we maar van afstand. En dat doen we prachtig, zeg. Dat doen we fantastisch. 4-0. Een prachtig afstandssot voor ons. We laten ons zien tegenover de bondscoach. Die ook op de tribune is gesignaleerd hier in Arnhem. En, hij zet, en wij zetten 4-0. Excelsior op 4-0. Prachtig doelpunt. En wij met onze tweede doelpunt. Prachtig gedaan. Laatste 10 minuten van de wedstrijd. 4-0 voor Excelsior. Met name ook door onze assisten, maar ook door onze twee prachtige doelpunten. Schieten wij Excelsior naar de overwinning hier tegen Vitesse. De bal hier voor um, Excelsior opnieuw. Die uh, de bovenhand voert. En uh, erg op dreef is. Goed de bal op de flanken gegeven. Dan vragen wij weer aan de bal. Nou toch maar niet. We staan buiten het spel nu op dit moment. Nu niet. Maar de bal komt niet aan. Want uiteindelijk hier voor uh, Vitesse weer. De laatste vijf minuten van de wedstrijd. Goede onderschepping. Toch niet? Want het is een vrije trap. vrij trap voor Vitesse, ja. Wij mogen die, uh, voor Excelsior bedoel ik. Wij mogen die vrije trap nemen. En kunnen wij een vrije trap scoren? Nou, dat ging net naast, volgens mij. Dat ging me net goed. Had zo. Of uh, ging net goed. Dat ging jammer genoeg net niet in. Dat moet ik het goed zeggen, natuurlijk. Het is nog steeds 4-0. Vitek. Binnenlijnen komen bij Vitesse. Ja, de laatste minuut van de wedstrijd gaat bijna in. Mijn 4-0 voor Excelsior. Doen we dus goede zaken hier in Arnhem. En hopen dat Vergaal ons in de definitieve selectie gaat zetten. Voor de aankomende Interlands. Voor de EK-kwalificaties. Deze bal gaat naast, gaat er dus niet in. Wissel nog een keer bij Excelsior. De laatste wissel van deze wedstrijd. Baas erin voor Horemans. En de twee minuten extra tijd zijn ingegaan. Maar de bal is het voor Excelsior. Is, hier weer met Wesley. Kunnen we er langs komen. We geven een goed lopje. Dan moet dit dus 5-0 worden. En dat wordt het ook. 5-0. Excelsior gaat winnen. In de slotminuut in de extra tijd beslist. Met een 5-0. Onze derde assist. En zo is het dus klaar. En hebben we dus de wedstrijd gewonnen. Met 5-0 van Vitesse. En uh, doen we dus goede zaken in de Eredivisie. Dan gaan we nu kijken of Van Gaal ons definitief heeft geselecteerd. Voor, het, uh, voor de Nederlands elftal wedstrijden. In ieder geval even reageren natuurlijk op deze dingetjes. Dat is belangrijk voor je... Um, en dat soort dingetjes en de gewoon de band met je met je fans. Geef jezelf een compliment, um, geef een compliment. We doen gewoon blijf je hard voor werken. Dat doen we sowieso. Training gaan we ook doen. We gaan naar de niveau 8 toe. Die zien we. Het. Hebben we hebben weer drie skillpunten erbij, een bonus dingen Dus die gaan we ook activeren. Even kijken. Eerst even de drie punten erbij doen. Dat doen we dan. Uh, paas hebben we nu, eentje sowieso eentje voor snelheid, dat is wel even nu belangrijk. En dan eentje voor betere sterke schotkracht. We hebben we nu 73 algemeen voor een uh, ja, RVA, dat is toch wel goed. Uh, maar dan, even kijken hoor, de bonussen, dat doen we dus niet met uh, opjagen, nee, dat, dat doen wij met assist. Even kijken, waar staat die, de AZD, de bussen, de... even kijken, oh hier. Geeft de Paas een kenmerk en korte boost naar assistent. Geeft de speler het effect de kenmerk. Perfect, oké. Okay. Uh, we gaan door. En we hebben nu de wedstrijd tegen RKC. Die ga ik, uh, denk ik even snel, simuleren. En dat is hierom, want we zijn opgeroepen voor het Nederlands elftal tegen Finland en Noorwegen. Twee EK kwalificatiewedstrijden. Dat betekent dus dat we deze aflevering al één kwalificatiewedstrijd hebben. Van Gaal heeft het in ons gezien. We gaan spelen tegen Finland. Uh, maar we gaan wel nu de wedstrijd tegen de RKC LKC simuleren. Is het riskant? Ja. Maar we kunnen het wel een keer doen. Deze wedstrijd hebben wij verloren met 3-2. We hebben niet, geen doelpunt kunnen maken. Volgens mij hebben we ook geen assist kunnen afleveren. Uh, hebben we nog iets waar we op moeten reageren? Qua mail of uh, qua bericht of qua activiteit? Ja, dat hebben we. We hebben een slechte wedstrijd gespeeld. Oké, okay, nou, dan gaan we uh, een gesprek met de coach aan. En zeggen dat we alles gaan doen om beter te worden. Je kan af en toe mindere wedstrijd hebben. Maar... Wij zijn nu officieel speler van het Nederlands Elftal. In ieder geval in deze twee wedstrijden. Tegen Finland en Noorwegen. We, zijn, we hebben de nummer 8 gekregen van Louis van Gaal. In deze twee wedstrijden. En we gaan het zien. Kunnen wij ons laten zien voor het Nederlands Elftal? Finland en Noorwegen, dat zijn de twee wedstrijden. Vandaag hebben we Finland. Morgen zien jullie de wedstrijd tegen Noorwegen. We gaan het meemaken. Fokker opgeroepen voor het Nederland. Op zaterdag 3 september. Finland, Nederland. Kunnen wij ons laten zien onze eerste wedstrijd voor het Nederlands Zelftal? Hier komt Poekie, een speler van Finland, uit de bus. En aan de andere kant, een speler van het Nederlands Zelftal. Hier komen wij uit de bus. Hier zien we ons Wesley. We lopen uh, achter ons lokpot met koopmijners. Daar loopt De Pai nog achter. En wij lopen dus ook voor het eerst hier uit, het, uh, uit de bus van het Nederlands Zelftal. Hier zien we de uit supporters. van Oranje. Hier zien we ons op het veld betreden. Rug nummer 8. En zo gaan we kijken of wij onze eerste EK-kwalificatie, onze eerste wedstrijd met het Nederlands Elftal, goed kunnen afsluiten. Het haasje hebben we al binnen in ieder geval. Nederland dreigend in de eerste minuut van deze wedstrijd. Memphis de Pai. Frenkie de Jong wordt gevonden. Frenkie de Jong en het is de voorstroom voor het Nederlands Elftal. Nederland komt de voorstroom. Op papier is natuurlijk Nederland de betere partij. En Nederland komt dan mee eens op voorsprong door Frenkie de Jong. Zo is het dus na een half uur spelen nu nog steeds 1-0. Memphis, Memphis. Wesley, kunnen we ons eerste doelbud gaan? Ja! We schieten onze eerste doelpunt binnen voor het Nederlands Elftal. Het is 2-0. Daar zijn we natuurlijk heel erg tevreden mee. We vliegen naar onze supporters toe. Oh, we staan met de supporters van Finland. Maar goed, we maken wel de 2-0. Onze eerste doelpunt voor het Nederlandse Elftal is dus binnen. Prachtig gedaan. 2-0 voor Oranje in de 31ste minuut. Ja, vergaal moest misschien wel ons, op, uh, ons uh, opstellen of ons, uh, kan ik, ons oproepen. Omdat het Nederland op die posities niet zoveel heeft staan. Waardoor wij dus uh, nu als een soort spits samen met de paai voorin uh, rondlopen. En van vergaal wil iedereen natuurlijk proberen bij het Nederlands elftal. En wij zijn daar nu dus één van hopen dat we gaan in ons blijven zien dat wij ook de volgende rondes uh, gekwalificeerd of uh, opgeroepen worden. We gaan het meemaken. Hier in ieder geval een goede voorzet. En wij schieten een prachtig binnen. Het is 3-0. Dit keer krijgen wij een perfecte assist. En dan kunnen we hem afmaken. En dan is het 3-0 voor het Nederlands zelftal. En weer is het fokker die er mag scoren. Dumfries met de voorzet en 3-0 voor het Nederlands zelftal. Nederland is op dreef. Hier weer op de flank. Volgens mij is dat Jody Gakpo. Ik heb geen idee eigenlijk. Ik geef in ieder geval een goede plaats. Alleen wij kunnen net niet binnenhouden door Doordat de bal dus voor Finland is. Haradekki. Ja, lastige naam hier bij de kant van de Vinnen. In ieder geval Nederland de bal snel terug. Want deze uitdrag komt bij de kop aan. Bij het Nederlands elftal. Hier met Wesley en de redding. En de rebound komt er niet. Ja, komt er wel met zijn net. Doeltrap weer voor uh, Finland. 56e minuut. 3-0 voor het Nederlands elftal. Weer komt deze doeltrap bij Nederland aan. Hier weer bij Wesley. Komt er dan een goede paas? Jazeker. Komt er dan ook een doelpunt? Nee, de redding op het schot van Memphis de Pai. Hoekschop wel voor Oranje. Dit keer wordt hij niet genomen door ons, maar door uh, Frenkie de Jong. En de kopbal is prachtig gedaan. Weer Memphis, maar dit keer weer op de lijn weggehaald. Weer de hoekschop nu. Nu kort genomen, richting Wesley. Kunnen we hem dan nu voorgeven. Doen we dit wel mooi. Komen we er nu weer langs. En dan dat, 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 dat dan weer net niet. Dat is weer te mooi doen. We hebben de bal wel terug. Dus we kunnen ons uh, revanche pakken en een voorzet geven. De voorzet valt goed. De bal weggehaald. Nederland die de dreigend is in deze minuten. Die de bal weer in bezit heeft. En weer de bal hier op de flank bij Wesley. Kunnen we hem dan nu weer voorslingeren? We kappen terug. En dan willen we weer terug. Maar ja, dan is de bal weer voor, um, uh, voor Finland. Nu weer oppassen voor het Nederlands al. Camera. Nederland zet altijd druk. En heeft de bal nu ook terug. Wesley. Goed. Goede steekpas. En hier de kans weer voor Memphis. En nu is het wel raak. 4-0 voor het Nederlandse elftal. Nu wel. Memphis de paard neermaakt. En zo komt Nederland op een 4-0 Zo'n Prachtig gedaan, Memphis. Laatste 20 minuten, 4-0. Karsdorp, Karsdorp erin voor de Roon. En wij hebben hier uh, het bal bezit op de flank. Nu aan de andere kant. En we kijken of we de bal goed kunnen voorslingen. Karsdorp, goed. Karsdorp. En hier de kans voor Frenkie. Ja, het is 5-0. Assist van Rick Karsdorp. Wij mochten hem op Rick Karsdorp geven, oudspeler van Feyenoord. Mooi voor ons natuurlijk. En hij geeft hem op Frenkie de Jong. En die schiet de 5-0 binnen voor het Nederlands elftal. Nederland, op papier de beste. En ook in de praktijk lijkt het maar weer de beste te zijn. Hier tegen de Finnen. Laatste kwartier van de wedstrijd: 5-0 voor Oranje. Camera. Aan kijken hoe de laatste minuten gaan aflopen. Finland nu voor ons nog uh, met alleen deze laatste minuten met de bal bezit. Nederland wat uh, moet gaan verdedigen. Dan komen we wel langs nu de vinden. Voorzet komt. Voorzet komt. Bal weggehaald. En de bal helemaal weggeschoten. En Dan kunnen wij de bal niet uh, wegkrijgen daar. Is de bal weer voor Excelsior. Of voor, voor Excelsior. maar voor mij nou. Voor Finland bedoel ik. Camera. Het is uh, ja, de vinden die een beetje de bal heen en weer tikken uiteindelijk is het mooi voor het Nederlands helftal. Nu dan misschien Wesley. Komt er nog een zesde aan? Dat zou het zijn. Wesley op zoek naar zijn medespeler. Vindt hij hier? Jazeker. Dan uh, komt er nog... Het is geen buitenspel. Dan komt er een kant en is het doelpunt ook. 6-0. Geen buitenspel van Memphis. En dan is het 6-0 voor het Nederlands helftal. Dan is het klaar. Overuit. Laatste vijf minuten van de wedstrijd. En het is uh, beslist. De extra tijd bedraagt twee minuten. Maar ik denk niet dat er nog wat gaat gebeuren. Of toch wel? Of toch wel? Ja hoor, toch nog wel. 7-0 Weer Memphis de En dan uh, is het Nederland die echt Finland afstraft in deze wedstrijd. Tegen Noorwegen is het lastiger. Morgen. En we gaan zien wat het dan tegen Finland op mijn verjaardag. En morgen de Square Mode. En de uh, voorspelling van Rudy. En de wedstrijd Rudy aflevering. De wedstraat na aflevering, gaan jullie maandag zien. En uh, ik zou zeggen, houd dus morgen het kanaal in de gaten. En dan gaan we hopen op een mooie wedstrijd tegen Noorwegen. Ook natuurlijk in het echt Feyenoord AZ, gaan we hopen op een mooie wedstrijd op mijn verjaardag. We gaan het meemaken. Noorwegen, dus de volgende aflevering. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. De komt tijd mooi gedaan. En ze op tijd. En zoals nu later.